Welkom bij de Hollandia Geschiedenis Podcast. René Descartes werd geboren in 1596 en was zodoende een tijdgenoot van de 13 jaar oudere Hugo de Groot. Zijn vader was een parlementariër en was vanwege die functie elk jaar 3 tot 6 maanden van huis. Zijn moeder stierf kort na zijn geboorte en René groeide daarom op in het huis van zijn grootmoeder. De familie was katholiek, maar woonde in een omgeving die gedomineerd werd door protestantse, calvinistische hugenoten. In 1607, op 11-jarige leeftijd, ging René studeren aan het Jezuïtencollege van La Flèche, waar hij les kreeg in wiskunde, natuurkunde, de klassieke talen en de Aristoteliaanse filosofie. Zo kwam hij in aanraking met het werk van de astronoom, wiskundige, natuurkundige, filosoof en hoogleraar Galileo Galilei, pionier van de telescoop en grondlegger van de moderne sterrenkunde. Zijn waarnemingen van Jupiters manen en de fase van Venus hadden hem ervan overtuigd dat de zon niet om de aarde draait, maar de aarde om de zon, het zogeheten heliocentrische systeem, waardoor Galileo in 1615 in conflict kwam met de katholieke kerk. Uiteindelijk zou Galileo's heliocentrische theorie door andere wetenschappers, waaronder Isaac Newton, worden bewezen en verder uitgewerkt. Galileo was zelf katholiek, maar kon onmogelijk het door de kerk gepredikte geocentrische model onderschrijven. Uiteindelijk zouden ook de katholieken dit inzien en erkennen. In 1992, 350 jaar na Galileo's dood, sprak paus Johannes Paulus II een excuus uit. In 1614, nu 18 jaar oud, was René afgestudeerd en vertrok hij voor een vervolgstudie naar de Universiteit van Poitiers, waar hij rechten studeerde. 2 jaar later, in 1616, verhuisde hij naar Parijs, waar hij volgens eigen zeggen een pauze nam van het intensieve lezen en in plaats daarvan op zoek ging naar kennis in zichzelf en in het Boek van de Wereld, door middel van reizen en omgang met mensen uit verschillende lagen van de samenleving. In 1618 besloot hij naar Breda te verhuizen en zich als huurling aan te sluiten bij het staatsleger van onze Maurits van Nassau. Daar raakte hij bevriend met de Nederlandse natuurkundige, filosoof, ingenieur, meteoroloog, arts en conrector Isaac Beekman, met wie hij een jaar lang werkte aan bepaalde wetenschappelijke vraagstukken, waaronder die van de vrije val. Ze waren er beide van overtuigd dat het nodig was om natuurkunde te verankeren in wiskunde. René zou later zijn eerste boek, over muziek, opdragen aan Beekman. In 1619, een jaar na het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog, ging René in dienst bij het leger van Maximiliaan I van Beieren, Bavaria. Daardoor was hij in 1620 aanwezig bij de slag op de Witte Berg in de buurt van Praag, aan de zijde van keizer Ferdinand II, die de slag won. In Praag bracht René een bezoek aan de laboratoria van Tycho Brahe, en eenmaal terug in Beieren dat van diens opvolger, Johannes Kepler. In november 1619, een jaar voor de veldslag, had hij 3 visionaire dromen gehad waarvan hij geloofde dat ze goddelijke inspiratie vormden voor een nieuwe filosofie. Dit leidde tot zijn formulering van de analytische geometrie en het idee om de wiskundige methode toe te passen op filosofie. René geloofde dat zijn visioenen hem duidelijk hadden gemaakt dat zijn beoefening van wetenschap een centrale rol in zijn leven zou blijven spelen en dat dit tot ware wijsheid zou leiden. Hij zag ook in dat alle waarheden met elkaar verbonden zijn, zodat je door een fundamentele waarheid te ontdekken via logica alle andere wetenschappen zou kunnen doorgronden. In 1637 zou hij hierdoor tot zijn meest befaamde conclusie komen. In het Frans: je pense, donc je suis, beter bekend in de Latijnse variant: cogito ergo sum, ik denk, dus ik besta. Eind 1620 verliet René het leger en na enkele reizen, waaronder een pelgrimsreis naar een basiliek in Italië om daar de Heilige Maagd te bedanken voor zijn inzichten, vestigde hij zich opnieuw in Frankrijk.
Door zijn bezittingen te verkopen en de opbrengst hiervan in aandelen te investeren, was hij financieel onafhankelijk geworden, zodat hij in alle rust kon werken aan zijn manuscript Traité du Monde, de wereld. Hierin verwerkte hij zijn theorieën met betrekking tot licht, kleuren, muziek, elementaire deeltjes, het ontstaan van sterren, de banen van planeten en kometen, de zwaartekracht en de cyclus van eb en vloed. Ook werkte hij in deze periode aan zijn Regulae ad directionem ingenii, regels om richting te geven aan het verstand. Over zijn kennisleer, metafysica en analytische meetkunde. In 1628 keerde hij, om de onrust van de Dertigjarige Oorlog te ontvluchten, terug naar Nederland. Dit keer naar de Kalverstraat in Amsterdam. En studeerde vanaf 1629 aan de Universiteit van Franeker, in de buurt van Leeuwarden. Hij ging enkele maanden in de leer bij astronoom en wiskundige Adriaan Metius, en daarna bij wiskundige en orientalist Jacobus Golius. In 1630 verbrak hij zijn vriendschap met Isaac Beeckman, die hij ten onrechte beschuldigde van plagiaat. In plaats daarvan raakte hij in deze periode bevriend met hoogleraar filosofie en uitvinder Hendrikus Reneri, die hij eerst volgde naar Deventer en daarna naar Utrecht, waar Reneri filosofie onderwees. In Amsterdam raakte Descartes bevriend met de bekende dichter en diplomaat Constantijn Huygens. In 1634 verhuisde Descartes naar een woning aan de Westermarkt in Amsterdam en had hij zijn eerste en enige liefdesaffaire met het dienstmeisje Helene Jans van der Strom. Een jaar later onderwees René enkele maanden filosofie aan de Universiteit van Utrecht en verbleef daarna een jaar in Leeuwarden. Ook werd hij vader, al zou hun kind 5 jaar later sterven. In 1637 publiceerde hij anoniem zijn Discours de la méthode, verhandeling over de methode. Het filosofische boek waarin de bekende uitspraak ik denk dus ik besta voorkomt. Het boek droeg in grote mate bij aan de ontwikkeling van de moderne wetenschapsfilosofie, geschreven voor de leek en voor vrouwen en daardoor makkelijk leesbaar. Het boek behandelt scepticisme, natuurkunde en oppert een aantal bewijzen voor het bestaan van God en de ziel. Het spoort de lezer aan om in plaats van geloof te hechten aan boeken, overlevering of traditie, enkel te vertrouwen in de logische denkstappen van het eigen verstand. In de bijgevoegde essay Geometrie behandelde hij een nieuw vakgebied, de analytische meetkunde. Daarin verwierp hij de in die tijd nog altijd gangbare filosofie van Aristoteles en de uit middeleeuwse kloosterscholen voortgekomen scholastiek. Descartes poneerde dat alle echte kennis op de wiskunde moet worden gebaseerd. Bovendien paste hij consequent de algebra toe op meetkundige vraagstukken. Descartes was de eerste die deze aanpak hanteerde en legde hiermee de basis van de moderne wis- en natuurkunde. De theoloog, hoogleraar en predikant Gispertus Voetius maakte wel gebruik van de scholastiek en Aristotelische natuurfilosofie, geloofde in het geocentrische systeem en had daarom hevige kritiek op Descartes, die hij een atheïst beschouwde. Hij had eveneens kritiek op een andere verlichtingsdenker, Baruch Spinoza, die we binnenkort zullen bespreken. René verhuisde nog een aantal keren, eerst naar Leiden en daarna naar Oegstgeest. In 1648 bracht hij de zomer door in Parijs en keerde daarna terug naar Nederland om zich in Egmond te vestigen. Ook daar zou hij niet lang blijven, want in de herfst van 1649 vertrok hij naar Zweden, waar hij logeerde bij de Franse ambassadeur en werkte aan een plan voor een nieuwe universiteit in Stockholm. In februari 1950 liep hij een longontsteking op, wat 10 dagen later tot zijn dood zou leiden. In 1663 werden zijn boeken door de paus op de Index Librorum Prohibitorum geplaatst en in 1671 verbood ook Lodewijk XIV het onderwijzen van Cartesianisme. Een belangrijk begrip dat we nog niet besproken hebben is het substantiedualisme. Volgens René bestaan er 2 fundamenteel verschillende substanties, namelijk mentaal en materieel, oftewel geestelijk en fysiek.
Het mentale bezit daarbij geen uitgebreidheid in de ruimte. En het materiële heeft niet het vermogen om te denken. De grote vraag is dan alleen hoe deze compleet verschillende substanties elkaar kunnen beïnvloeden. Dit vraagstuk staat bekend als het lichaam-geest-probleem. De voorgestelde dualiteit was een manier om christenen gerust te stellen, aangezien de kerk zich kon blijven ontfermen over het geestelijke, terwijl de wetenschap zich onbeperkt kon gaan bezighouden met het onderzoeken van het materiële. Maar zoals de term lichaam-geest-probleem al aangeeft, kleefden er ernstige bezwaren aan het model, waar vele filosofen zich over zouden blijven buigen. Een manier om met het probleem om te gaan is één van de twee substanties volledig te verwerpen. Zoals de grondlegger van het communisme, Karl Marx, deed met zijn historisch materialisme. En andere atheïstische wetenschappers en filosofen, zoals de Amerikaanse wetenschapper John Searle, die het denken zien als een fysiek bijverschijnsel van de materiële hersenen. De Duitse filosofen van het idealisme, zoals bijvoorbeeld Hegel, stelden het omgekeerde, namelijk dat de materie voortkomt uit eeuwige geest en daarom feitelijk een uitdrukking van het geestelijke is. De Britse auteur Mike Hockney stelt dat lichaam en geest twee aspecten zijn van één substantie die hij ontological mathematics noemt. Deze theorie, die voortborduurt op de bekende uitspraak van Pythagoras, alles is getal, en sterk is beïnvloed door de monadologie van Leibniz, stelt dat het volkomen wiskundige bestaan een subjectief, levend en dimensieloos aspect heeft, namelijk de eeuwige geest, het domein van nul en oneindigheid, en een objectief, levenloos en dimensioneel aspect, namelijk de veranderlijke materie in tijd en ruimte, het domein van de positieve, negatieve en imaginaire getallen. De twee aspecten kunnen elkaar beïnvloeden door middel van wiskundige transformaties die ook worden toegepast in microfoons, luidsprekers, radio's en televisie. Dit soort transformaties kunnen signalen uit de wereld van dimensies omzetten in een frequentie, bijvoorbeeld radiogolven, die vervolgens door middel van omgekeerde transformaties weer kunnen worden omgezet in een dimensionele weergave, in de vorm van muziek of een film. Volgens deze theorie zouden de hersenen dit soort transformaties uitvoeren, zodat de ziel indrukken uit de fysieke wereld kan waarnemen en daarop kan reageren door het lichaam tot handelen te bewegen. Een beetje zoals in de film Avatar. De ziel bevindt zich vanuit dit oogpunt niet in het lichaam, aangezien de ziel zich niet in tijd en ruimte bevindt, maar maakt na de bevruchting van een eicel verbinding met het zenuwstelsel van een lichaam, totdat het signaal door de dood van dat lichaam verbroken raakt en de ziel genoodzaakt is om zich op een nieuw lichaam af te stemmen. Telkens opnieuw in een eeuwig proces van reïncarnatie en geestelijke evolutie. Een interessant idee. In de volgende aflevering zullen we op het concept van reïncarnatie terugkomen, aangezien we het gaan hebben over de mythen, tradities en godsdiensten van het oude Griekenland, Iran en India. En nu voor iets compleet anders. Ik ben net aankwam eigenlijk. Ik kreeg een telefoontje binnen dat er dus wat aan de hand zou zijn. Links zie je de opslagplaats in de fik staat en er is wat vuurwerk overheen gegaan over die schutting die je zojuist zag. En er is dus achter die blokhuizen is dus ook wat in de fik gestaan. En dat zie je dus nu. Dus, dat was om even voor 4:00 vanmiddag? Ja, dat was net gebeurd. Je ziet het was heel druk in de stad. Allemaal mensen die daar naartoe kwamen natuurlijk. En nu worden de mensen gesommeerd om daar weg te gaan. En we staan nu dus in de straat. En ik kan dus die vuurwerkfabriek aanhuizen. Nou, dit is dan zeg maar de eerste ontploffing. Je hoort wat vuurwerk ontploffen nu. Nog niks aan de hand. Mensen gaan nu toch wel een beetje weg. En mensen staan nog steeds in de straten. Nu begint het een beetje op gang te komen. Ja, we moeten weg. En worden nu allemaal naar het kruispunt gebracht bij de straat. Dat is zo'n 10, 20 meter van de fabriek. En er wordt nu een lijntje aangebracht. En dit is zeg maar die straat net daarachter. Nog niks aan de hand. Wat vuurwerk wat ontploft. Veel mensen komen natuurlijk kijken. Het wit-rode lint zie je daar al hangen. En als het goed is hoor je nu zo direct al wat fluitende tonen van vuurwerk. Ja, het ging vrij snel. Jullie stonden daar, moesten ineens verdwijnen. Ja, het begint nu al wat donker te worden. Nog even aan de zijkant gestaan. En op een gegeven moment, je weet niet wat je gebeurt. Dus dan komen er zo direct twee knallen. En kijken hoeveel mensen daar staan.
Daarachter zie je de grolsfabriek. Kijk, en nou gaat het op gang komen. Weg. Ik sta nu dus nu voor het huis aan de overkant van de straat. De huizen zijn nu nog allemaal in orde, niks aan de hand. Dat was de eerste ontploffing. Aan de overkant zie je dus ook een huis, alle ramen zijn eruit. Nou, zometeen komt de fatale klap. Kijk, hier zie je dus het raam waar ik net voor stond. Voor de winkelbuiten ook in gaan. Kijk, nu staat alles nog overeind. Er zijn wat dakpannen vanaf, maar de huizen staan nog. U ziet de beelden nu vertraagd en heel duidelijk is te zien wat de werkelijke krachten van de laatste explosie was. De daken worden letterlijk van de huizen geblazen.